vandaag gaan we hockeyen. Heb je er zin in? Ja! Als ik hem laag hou, dan is het veel makkelijker te blokken. De meeste topsporters zijn ooit bij een sportvereniging begonnen. Daar hebben ze de beginselen van de sport bijgebracht gekregen en ervaren hoe leuk het is om te sporten. Vandaag ben ik bij de Noordwijkse Hockeyclub die een open dag organiseren om kinderen en hun ouders kennis te laten maken met de hockeysport en met het rijlen en zeilen binnen hun vereniging. Jacques, we staan hier op het hockeyveld, lekker in het zonnetje, drukte van belang. Ja, zeker. Jij bent hier de voorzitter. Ja. Hoe ben je bij deze club betrokken geraakt? Ja, dat is een heel apart verhaal. Ik ben eigenlijk een voetballer. Ik kom uit een voetbalfamilie en ik heb zelfs 20 jaar gevoetbald. Toen kreeg ik 3 zonen. Ik denk, nou, daar gaan we. Dat wordt een elftal bijna. Dus ja. ik ga naar de voetbal. Totdat mijn oudste zoon in aanraking kwam met vriendjes op school. Zo gaat het meestal met de hockey. Dus vanaf 6,5 jaar is hij naar de hockey toe gegaan. En ik met hem mee en gekeken. Vaak met trainingen gekeken. En toen zag ik het enthousiasme van al die mensen omheen. Rondom die hele hockey gebeuren. En toen is het virus overgeslagen. En hoe zou je deze club omschrijven? In een paar woorden? Een hele gezellige, maar ook, en dat kan samen, ambitieuze club. En hoeveel leden hebben jullie? 650 leden bijna. Dus het is gestegen de afgelopen 4 jaar met de dubbele. Ik neem aan heel veel vrijwilligers, want volgens mij als je kind hier lid wordt, bij een hockeyclub is dat altijd zo volgens mij, dan moet je ook automatisch rijouder, je moet bardiensten draaien. We hebben laatst gemerkt dat het toch iets terugliep, het vrijwilligerschap. Wat we dan merken, dat we met het inschrijfformulier hebben we aangegeven, joh, het is heel leuk als je kind op de hockey doet, maar het kan niet zonder vrijwilligers. Een club kan gewoon niet bestaan zonder vrijwilligers. Dus we hebben er iets meer pressie achter gezet als ze iets aan moeten kruisen wat ze dus willen gaan doen dat jaar dat hun kind hockeyt. En dat werkt heel goed. Hey, organiseren jullie veel van dit soort activiteiten om mensen kennis te laten maken met de club? Ja, absoluut. We hebben jaarlijks, doen we dus nu die open dag. Maar we hebben jaarlijks ook dat we met z'n allen naar de Champions Trophy gaan als die Nederland is. Leuk. Dus dan huren we bussen in en daar hebben we sponsors voor. En dan gaan we met z'n allen in oranje, met oranje tenues, en gaan we daar lopen gillen voor die Nederland zelf. Daarna. Dat is super. Jullie doen al jaren mee met de grote clubactie, hè? Ja, kijk, een club kost heel veel geld. We hebben altijd geld nodig voor nieuwe spulletjes, voor leggers, voor ballen, voor alles. Het kost echt een hoop geld. En we moeten dat buiten de contributie en de sponsoring moeten toch op een of andere manier geld zien te genereren. En hoe pak je dat nou aan? Gaan die kinderen dan langs de deur? Ja, kinderen gaan lekker actief langs de deur. Dat heeft ook de clubgevoel komt dan weer naar voren. Want iedereen moet meedoen. Opa's, oma's, iedereen moet geraniums of loten kopen. Dus iedereen wordt ingeschakeld. Jij ook? Tuurlijk. Ze gaat dribbelen met de bal. Dan speelt ze hem aan de ene kant en loopt aan de andere kant er langs. Als jullie een vraag hebben aan zo'n ontzettend beroemde speler, is hier nu de kant voor. Waarom bent u zo goed? Ja. Ja. En waarom ik zo goed ben, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien door heel veel trainen. Ja. Hoe vaak train je in de week? Ik train 3 keer in de week, maar wij trainen altijd dubbel. Dus 2 keer op een dag. Ja. Nou, de kinderen zijn lekker aan het hockeyen. Lijkt deze sport u nu ook wat? Of misschien een andere sport? Kijk dan op sportinholland.nl. Daar vindt u allerlei informatie over diverse sporten, maar ook leuke clinics, activiteiten en evenementen.